Oeh, kijk eens, vandaag gaan wij nog. Gaan we kijken over die oude regeling en de nieuwe regeling. Kijk, 2018, 2019. Twee, drie seizoenen geleden. Nu dat had eigenlijk twee seizoenen geleden moeten zijn. Hier. Eredivisie stand 2018, 2019. Zien jullie hier 34 en, het programma is er niet meer, maar als we naar de uitslagen kijken, zien jullie hier nog twee. Twee finales. Dat heeft dus hier uitslag. Hier. Toen was alles nog hetzelfde. Fortuna PEC, de Graafschap Fortuna, PEC Feyenoord. Dus het was gewoon een heel leuk seizoen. En na dit seizoen gaan we naar het seizoen 1920. Hier, seizoen 1920, de stand. Ja, hier. Als wat jullie hier zien jullie dat het schema niet het exact hetzelfde was. Dus vandaar is het ook logischerwijs dat dat seizoen werd afgebroken. Want hier, als ik jullie nu laat zien, twee degradanten rechtstreeks. Hier, vanaf volgend seizoen degraderen twee clubs rechtstreeks uit de Eredivisie. Dat heeft dus te maken. Hier, in november, hier. En we hadden toen ook nog geen 8 uur, want kijk maar, we hadden hier nog. Hier hadden we wel die 8 uur regeling. Maar dat is niet ingegaan. Dat is niet daarvoor nog ingegaan. Daarvoor had je nog één. Daarvoor had je nog één. Eén de rechtstreekse degradant. Hier, alle maatregelen. Die ingaan vanaf seizoen 1920. Nummer 18 en 17 van de Eredivisie degraderen rechtstreeks naar de Keukenkampioendivisie. Nummers 1 en 2 van de Keukenkampioendivisie promoveren rechtstreeks. Nummer 16 van de Eredivisie neemt deel aan promotiedegradatie. Er is een maatregel draagt aan bij dat de beste clubs in de Eredivisie spelen. Ja. Dus kijk, dus om die reden moet ook de competitie worden stilgelegd. Anders is het niet eerlijk. Dat is gewoon oneerlijk. En kijk, en daarom is ook het seizoen ook stilgelegd daardoor. Want het zou eigenlijk pas ingaans zijn gegaan. Zoals jullie het in het seizoen 2021. Daar was ik er heilig van overtuigd. Hier, deze maatregel zou eigenlijk pas in 2020 ingaan. Hier, dat waren dus die alle maatregelen. En vandaardoor dus ook dat de competities werd stilgelegd. Dat is daarom is het ook logisch. Hier. Clubs die in de Europese groepsfase spelen stromen pas na de winststop in bij de Total KNVB-beker. Dus daarom is het ook gewoon logisch dat het seizoen werd stilgelegd. Vanwege die regeling. En ook omdat Sjoerd de Vos de nieuwe commentator werd van FIFA. Daarom vind ik ook de kroon ook logisch. Het blijft dus echt een schande. Het blijft echt een schande dat het afgelopen seizoen is afgemaakt. Echt een schande. Echt een schande. Allemaal door die Kajan Bluizen. Echt waar. Het is alleen maar hier. Gevolgen van de competitie opzet. Blijft gewoon onvoorstelbaar. Dus daarom moet ook het seizoen worden stilgelegd. Om die reden ben ik dus boos. Het seizoen wordt niet meer afgemaakt. Langdurig hebben gekend. Hier, dit is Peter de Vries. Gedronken, gesproken, noem maar op. Hier, jullie zien dus hier ook staan. AFG, AFG. Daarom is het ook logisch dat het seizoen werd stilgelegd. En we slaan. En we slaan. Hier, let op. Jongens, tot volgende keer.